Hier laten we zien hoe je een lekkere ontbijtkoek moet maken. En let wel, deze is iets steviger dan degene die je in de winkel zult kopen. De basis daarvoor is roggemeel. Daar doe je de koekruiden bij en bakpoeder. Vervolgens gaat daar de bruine bastersuiker bij. En dat meng je goed door elkaar. Dan maak je er een kuiltje in. En in het kuiltje doe je dan de honing. En dat roer je dan langzaam van binnen naar buiten, zodat je steeds meer roggemeel meeneemt. Dan voeg je de melk toe en dat roer je goed door elkaar. Nou, dit is het beslag. Eventueel kun je dus rozijnen toevoegen als je dat wilt, dat hoeft niet. Dan wordt dat beslag nou gewoon nog te dik, maar kun je nog wel extra melk toevoegen. Dan beboter je een cakevorm en verwarm je de oven voor op 150 graden. Dan schep je het beslag in de cakevorm en dan bak je de cake af of de kruidkoek af gedurende 60 minuten.